tell me where the freaks at. Hoi, je kijkt weer naar een nieuwe Nimma TV, gemaakt door en voor jongeren uit Nijmegen. Vandaag hebben we voor jou een talentvolle voetballer, hebben we jongeren die zichzelf een brief schrijven en natuurlijk Nimma toptalent. Als eerste kun je kijken naar een mini-portret van de talentvolle voetballer Samuel Badadi. Toen ik 12 was, ben ik in Haat komen wonen. En ik heb in de wijk hier achtergewoond, bij de Torbeckstraat. En Haat tikte mij gewoon dat ik gewoon vrij kan voelen hier. Ik ben gewoon één familie eigenlijk, zullen we zeggen. Voetbal is het meest populaire sport eigenlijk. En ik ben erop gekomen via een neef van mij. In het begin was het gewoon van, je hebt veel talent. En dan ga je gewoon vaak voetballen, gewoon onbewust eigenlijk. En op een gegeven moment blijf je voetballen. En dan denk ik van, dit is wel iets wat ik later wil worden. En het is gewoon degene die hard voor werkt, die wordt het. Toen ik jong was, ging ik wel vaak voetballen. Maar ik train nu 4 keer in de week. En dan wanneer ik kan, ga ik dan gewoon naar het Cruijffkoord. Of met een paar vrienden dan ergens in de buurt. En dan gewoon trainen meer. Dus niet alleen maar voetballen, want je het leuk vindt, maar ook gewoon trainen. En dan buiten voetbal, dan daar word je daar vaak beter van. Om in een goede conditie te blijven, deed ik wel balans hardlopen. Want ik kreeg soms een schema mee van het trainen, want dit moet je doen in de vakantie. Dus buiten het voetballen, samen met de bal, moet je ook de fysieke aspecten ook goed zijn. En dan doe ik ook wel eens thuis een opdrukken of buikspieroefeningen. En dan een beetje romp trainen eigenlijk. Ik bereid me vaak voor door gewoon goede momenten uit te halen en een beetje te kijken van wie is mijn tegenstander. En dan ging ik gewoon de beste tegenstander die ik al gehad heb vergelijken. En dan denk ik van als ik hem al aan kan, wie is er dan voor mij nog om waar ik moeite mee zou hebben. Wat ik het belangrijkste vind, is denk ik toch, je vermaakt mensen. Weet je? Want voetbal, iedereen kent voetbal, maar je sport van voetbal om gewoon echt mensen te vermaken. Maar ook je leeft voor je sport, want je vindt het leuk. Maar daarnaast kun je ook bijvoorbeeld een graf voor krijgen. Dus eigenlijk is gewoon een win-win situatie. Maar op zich, dat gewoon, het sport zelf, voetbal, is gewoon, blijft altijd leuk. Voor iemand die ook wil gaan voetballen, of een hoog niveau wil bereiken, zou ik als tip meegeven dat hij of zij dan gewoon zichzelf moet kennen. Dus weet waar je talenten liggen. En dat ook gewoon zo hoog mogelijk willen maken. In Nimma Toptalent kun je kijken naar 2 Nijmeegse talenten die elkaar ontmoeten. Vandaag een ontmoeting tussen Vincent van de Ketterij en Tim Smit. Beiden hebben een grote passie voor digitale animatie en visual effects. Vincent en Tim hebben afgesproken in de thuisstudio van Tim, waar hij werkt aan zijn projecten. Tim Smit begon met animatie op zijn 14e. Eerst door het maken van korte stop-motion filmpjes en daarna met digitale animatie. Tim heeft natuurwetenschappen gestudeerd en heeft zich ondertussen ontwikkeld tot een meester in het maken van visual effects. In maart 2009 brak Tim wereldwijd door met zijn korte animatiefilm What's in a Box. Dus jouw eerste eigenlijk volledig project was What's in a Box. Ja. Wat kan je daar ons over vertellen? Nou, What's in a Box was voor mij een droom, omdat ik heel graag een science fiction film wilde maken. Dat was eigenlijk ook de reden waarom ik met film ben begonnen. En het was voor mij de eerste mogelijkheid om een korte film te maken, omdat ik een camera had gekocht die klein genoeg was om te gebruiken als een first person camera. En wat ik daar dus mee bedoel is dat je eigenlijk vanuit de ogen van de hoofdrolspeler kijkt. Dus op mijn hoofd gemonteerd. Nou, en die film heb ik inderdaad gemaakt met een stel vrienden. En we hebben daar een jaartje aan gewerkt. En toen is hij online gezet en werd goed ontvangen, gelukkig. Heel goed, heb ik gezien. Ja, het werd verrassend hoor, dat ik ook niet had verwacht. En nadat je die had gereleased, online had gezet, heb je toen snel echt van grote bedrijven telefoontjes gehad? Ja, heel snel. Echt heel verrassend. Ik weet nog goed dat ik wakker werd en heel veel mail had. Een stuk of 300 mailtjes van mensen die geïnteresseerd waren. Dat ik dacht, wauw,
dat is duidelijk interesse. En toen ben ik ook inderdaad benaderd door een aantal studio's in Amerika. Ja. Om daar potentieel mee gaan samen te werken. En ook in Nederland een aantal hele leuke partners gevonden die geïnteresseerd waren. En ik heb ze allemaal gesproken, ik ben overal naartoe geweest. En ik heb uiteindelijk een deal gesloten om iets te doen. Ik kan niet zozeer zeggen wat nog. Met een bedrijf die heel, heel gaaf is, heel tof is en ook ja, precies wilt wat ik wil. En dat we gebaseerd op de kennis die we nu hebben, dat we daar iets mee willen gaan doen. Vincent van de Ketterij is 21 jaar oud en studeert aan het Koning Willem I College in Den Bosch. Op dit moment loopt hij stage bij de lokale omroep N1, maar animatie is zijn grote passie. Onlangs heeft hij een actie-fantasy-horrorfilm gemaakt, Downfall. Je hebt zelf ook een lange film gemaakt. Mm. Zo'n lange film heb ik nog nooit gemaakt. Maar hoe ben je daaraan begonnen? Wat was jouw inspiratie dan? Nou, mijn inspiratie was... ik ben al een lange fan van de serie Tomb Raider zelf. Ik vind het de karakter zelf, een sterke vrouw die invloed heeft op iedereen om zich heen, vond ik geweldig. Mijn karakter, Lara Croft, die heeft heel veel te verduren. Mm-hmm. En het basis daarvan heb ik genomen van een paar jaar geleden. Was er een game uitgebracht, of er waren de eerste teasers van. Dat ze op een onbewoond eiland was en het hele verhaal begon. En ik dacht, als ik dit nou na kan maken, bepaalde dingen, kan ik misschien... Dat is leuk voor bepaalde mensen om te zien. Kan ik laten zien, wat kan ik met wat ik nu gebruik, tot op een bepaald niveau. Ja, dat is goed. Maar toen de tijd verder tikte, dacht ik mezelf, wat als ik hier nou gewoon een eigen verhaal van maak, een eigen volledige film. En uiteindelijk is er dan uitgekomen wat het nu is. Een actie, adventure, survival, horror, belevenis. Wow. Van bijna 2,5 uur. Dat is echt heel knap hoor. Nou, dus sinds de release van je What's in the Box, hoe ben je eigenlijk als persoon veranderd? Wat heeft het met je gedaan? Want je hebt natuurlijk best wel veel views gehad. Of ja, best wel veel. Je hebt gigantisch veel views gehad. Waarschijnlijk heel veel mensen die gewoon contact met je op hebben genomen. Hoe heeft jou dat als persoon veranderd? Nou, het succes van de film had ik nooit verwacht. Dat laat ik heel eerlijk zijn. Dat was voor mij ook een hele verrassing. En ik ben heel erg blij dat het zo'n effect had gehad. Want ik heb daardoor enorm veel mogelijkheden gekregen. En ik was zelf heel onervaren toen. Ik begon eigenlijk net met film, dus het was voor mij echt heel erg aftasten. En ik kreeg daardoor wel heel erg het gevoel van nu heb ik de kans om mezelf te bewijzen. En ik heb daar heel veel door geleerd, door enorm veel mensen over te praten en door veel mensen te ontmoeten. Ik zelf spendeerde mijn vrije tijd vooral aan het lezen en het maken van nieuwe dingen. Hoe kan ik nou het beste met acteurs omgaan? Dat had ik bijvoorbeeld nooit eerder gedaan. Nee. Ik heb toen ook toneelles gevolgd zelf. Ook dus nog. Ik begon meer mezelf te richten op het gebied van drama en dingen die ik normaal niet had gedaan. Dus het was heel spannend in het begin. En, maar ook heel erg goed, omdat je enorm veel leert in een korte tijd. Ja. Ik kan je wel wat laten zien. Ja, dat is goed. Ja. Oké, dus hier heb ik een shot uit de film die ik gedaan heb, What's in the Box. En zoals je ziet is deze eigenlijk heel kaal. Dat is eigenlijk een scène waarin er alleen gerend wordt en er is nog helemaal niks aanwezig. Ja. Dus hoe ik dan te werk ga, ik pak dit shot en ik probeer het dus eigenlijk in de computer na te maken. En dan bouw je de huizen in 3D en de straat en de bomen en dat soort dingen. En dat komt er dan ongeveer zo uit te zien. Nou, dus je moet overal rekening mee houden als je dat gaat opnemen van elk... project en elk huis moet je eigenlijk referentiemateriaal hebben. Ja, dat is wel een goede. Je moet absoluut, als je weet van tevoren, ik ga dit gebouw opblazen, dan maak je foto's, je neemt ook afmetingen mee, want je moet dus weten hoe groot is het huis. Anders krijg je bijvoorbeeld dat het in 3D niet helemaal dezelfde schaal heeft, nee. Dan kan het net anders aanvoelen. Dus je meet het exact op en je maakt foto's en je zorgt ervoor dat je dus een redelijke goede representatie kan maken. Dus mijn stappen zijn, ik maak een 3D-omgeving die lijkt op de werkelijkheid. Ik maak een 3D-model, in dit geval de helikopter die daarvoor nodig is, en die animeer ik. En uiteindelijk gaat het er dan ongeveer zo uitzien. Heb je eigenlijk nog tips en tricks voor mij en mensen die een beetje dezelfde richting als jou willen? Jazeker, ik denk dat het allerbelangrijkste wat ik zelf heb meegemaakt en wat ik je kan aanraden is, blijf achter je idee staan. Als je een tof idee hebt en je bent ergens gepassioneerd door, dan blijf die passie voelen, want dat is het allerbelangrijkste. Dat is vaak de drijfveer die jou uiteindelijk door een lang project kan heen halen. En daarnaast de technische kant. Ik raad het aan om het internet te gebruiken zoals iedereen eigenlijk tegenwoordig doet. Ja. Maar dan specifiek voor je doeleindes. Er zijn zoveel mensen die weten zoveel over visual effects. Precies. Of over het verhaal vertellen. En in jouw geval, je bent heel goed in animeren. En je bent ook duidelijk bezig met de kunst van editen. En met film als filmmaker. Mm. Dat, dat,
kijk gewoon naar wat er online beschikbaar is. Ja. Ja, en ik denk de allerbelangrijkste tip is toch gewoon blijf doen wat je leuk vindt. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. En het klinkt heel stom, maar dat is het wel. Ja. Nou, heel erg bedankt voor het interview. Ik vond het echt superleuk om je te zien. Ik vond het heel leuk. En wat u allemaal verteld heeft. Nou, hey, dankjewel. Dankjewel Vincent, succes. Dank je. Nou, ik heb laatst dus Tim Smit ontmoet. Een super toffe gast. Eigenlijk gewoon heel succesvol. Nu op het moment al, terwijl hij eigenlijk nog hartstikke jong is. We hebben het gehad over van alles. Van onze favoriete films, favoriete directors. Zelfs over onze favoriete games. Ik heb hem verteld wat ik zelf thuis doe. Dus 3D-films maken. En ik heb de manieren verteld waarop ik dat doe. En hij snapte er werkelijk elk detail ervan. Dus we hadden ook heel veel in gemeen. Omdat hij gewoon een beetje hetzelfde als mij eigenlijk doet. Hij maakt echte films en daarna doet hij de 3D-effecten in. En ik heb heel veel van hem geleerd. Heel veel leuke dingen heb ik met hem besproken. En ik kan eigenlijk niet wachten om een keer in de toekomst op te bellen. En dan nog een keer contact met hem te leggen. En dan een keer samen misschien een projectje te doen. Je weet maar nooit. Als laatste gingen we naar het Montessori College. Daar schreven scholieren een brief aan zichzelf. Lieve Julia. Lieve Marijn. Lieve Michelle. Nou, lieve Jentie. Hoi Franca. Ik zeg het maar meteen, maar ik vind je leuk. Hoe je lacht en hoe je kijkt. Dat ben je mooi als je lacht. Maar je moet niet zo onzeker zijn, want je kan altijd zo goed presenteren. Ik weet dat je wel eens onzeker bent, maar dat hoeft niet. Ik vind je juist wel leuk en goed zoals je bent. En ik vind het leuk hoe je lacht en hoe je praat. Ik vind je erg leuk omdat je zo sportief bent en je graag andere mensen helpt. Ik ben heel erg zorgzaam hoe ik je zie met de kleine kinderen. Zo leuk. Ik kan zien dat het is wat je het liefste doet. En het lijkt me leuk om wat met je te gaan doen. Bijvoorbeeld ergens heen of samen iets doen. Ik zou het heel leuk vinden om samen een keer iets leuks te gaan doen. Het maakt mij niet uit wat als ik maar bij jou ben. Ik zou je graag beter willen leren kennen en ik heb daarom een paar vragen. Wat zijn je hobby's, zoals sport of wat vind je het leuk om in je vrije tijd te doen? En houd je van reizen? En wat is jouw grootste droom om samen met iemand te ondernemen? Elke keer als ik jou zie, ben ik weer vrolijk. Met je vriendinnen kan je gezellig kletsen en zo hard lachen. Jullie hebben echt de grootste lol samen. Dat is zo leuk om te zien. Je bent grappig en lief. Ik hoop dat jij mij ook leuk vindt en dat we misschien samen een keer iets kunnen doen. Misschien een keer naar de film of een keer iets drinken in de stad of zo. En ik vind je ogen heel mooi en daarom graag met je en daar wil ik graag wat met je gaan drinken. Veel liefs. Ik hoop dat we elkaar snel weer zien en iets leuks kunnen gaan doen. Ik hoor hopelijk snel van je, van Franke. Ik hoop dat je dit ook graag zou willen. Ik hoor graag van je. Ik zend u. Ik hoop je snel een keer te zien om samen misschien iets af te spreken. Liefs van puntje, 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 puntje. Was hem weer. Blijf ons volgen op ons YouTube-kanaal en via Facebook. Tot volgende week!